Alistair van Mellevoort maakt dit seizoen onderdeel uit van het eerste elftal. In dit weekjournaal een interview met de derde doelman. Ik ben Alistair van Mellevoort, ik ben 19 jaar oud. Ik kom uit Ruis, ik woon hier in de straat, in de Arendbaanstraat ook. Dus ik ben nu vanavond ook lopend. Maar zeg, je gaat me niet vertellen dat je met de auto bent? Nee, af en toe ook wel. Maar het ligt eraan of ik van tevoren ergens anders ben geweest. Oké. Nee, ik ben 19 jaar, ik voetbal hier nu sinds 2015. Alistair, wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik timmerman in opleiding. Dus BBL niveau 3. Dat doe ik nu in mijn laatste jaar. En daarnaast voetballen. Voor de rest houdt het bij mij ook wel op. Alistair, in 2015 maak je de overstap van de toenmalige RKSV naar Excelsior 31. Ja. Hoe ben je tot die keuze gekomen? Ik voetbalde ook een jaar lang bij Voetbal Eagles Academy. En daar train ik dan ook 3 keer per week. Anderhalf uur eerst in de sportschool en dan anderhalf uur op het veld. En daar heb ik toen besloten, samen met de trainers, dat ik op een hoger niveau moest gaan voetballen. Omdat ik al 13 was en ik speelde in A1 bij RKSV. En dat was gewoon een te laag niveau voor mij, voor mijn leeftijd. Nou, toen heb ik hier een gesprek gehad en eigenlijk wouden ze me eigenlijk al direct wel mij toewijzen naar de B1. Dus toen ben ik hier gestart in de B1. Toen ben ik vervoegd doorgegaan naar de A1. Daar heb ik Jurjaan ook als trainer gehad. Dus ook een aantal jongens die nu ook in het eerste zitten, die ken ik dan ook. Dus ja, ik speel wel met mensen die ik al ken. Dat is wel fijn. Hoe kijk je terug op jouw tijd in de jeugd bij Excelsior 31, Alistair? Ja, goed. Want het is een hele mooie club, dicht bij huis. Altijd zin om te trainen. Dus. Wie waren jouw keeperstrainers destijds? Destijds heb ik Michiel Achterhoek ook gehad, inderdaad. En nu afgelopen 2 seizoenen had ik dan John Afkamp. En daar kan ik met allebei heel goed overweg. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Wat zijn je sterke punten als doelman? Mijn sterke punten? Ik denk dat ik... ik heb heel veel flair. Ik denk dat ik heel sierlijk kan showen, zeg maar. Om het zo te zeggen. Ik denk dat dat wel een van mijn beste punten is. En 1-op-1 vind ik ook wel... Je zegt showen, maar ik neem aan dat je wel safe showt. Ik wel safe showen, inderdaad. Want ja. Die ballen moet ik wel hebben. Ja, precies. Ja. Nu ben je dus bij de selectie aan het trainen. Ook de keeperstrainingen volg je. Ja. Ik neem aan dat je van de 2 leermeesters die je nu hebt, Melvin en Anthony, dat je je echt nu daaraan op kan optrekken en dat je daar heel veel van gaat leren. Dat ga ik zeker doen. Ja. Ik kan inderdaad heel veel leren. En ik leer nu al, in de korte tijd dat ik hier train met hun, heb ik al heel veel dingen geleerd van hen. Krijg je feedback van beide mannen? Ja, ja? Zeker. Dat vind ik ook fijn. Oké. Daar sta je ook voor open natuurlijk. Ja, juist. Zo kan je beter worden. Op welke vlakken wil jij je met name nog ontwikkelen? Komend seizoen bijvoorbeeld? Ik wil mij vooral ontwikkelen op mijn uittrap. Dat vind ik wel een puntje waar ik echt moet aan werken. Ik ben nog niet helemaal over uit welke trap ik het beste kan uitoefenen, zeg maar. Vanaf de grond? Vanuit de hand? Vanuit de handen. Ja. Vanaf de grond, dat lukt altijd wel. Maar vanuit de handen, dat lukt ook altijd prima. Maar dat is nog een puntje waar ik echt wel op wil letten. Ja, je ziet die techniek is de afgelopen jaren toch wel wat veranderd, hè? Ja, zeker. Doelmannen kozen destijds meer voor de dropkick. Ja. En nu is het toch weer vanuit de hand, maar dan met een halve beenswijze, zeg ik altijd. Ja. Vrij gericht op de plek waar die moet komen. Ja. Goed, een dropkick in principe ook, maar... Deze trap die de keepers nu vaak aanleren is toch wat zuiverder. Ja. Maar met name dat punt wil jij je dus meer gaan ontwikkelen. Juist. Ja. Oké. Je traint al een aantal weken mee bij het eerste elftal. En hoe bevalt dat? Heel goed. Ik word goed ontvangen. Dus ik ken een aantal jongens al inderdaad vanuit de jeugd. En het is wel super tof om weer met hen te spelen. Ik had het niet verwacht. Hele grote stap, want van jeugd naar senioren. Noem bijvoorbeeld eens een dingetje wat voor jou nu best wel laat maar zeggen, nieuw is. En best wel een hele grote stap is geworden. Wat ik eerder al had aangegeven, dat ik een jaar trainde bij Voetbal Eagles Academy. Dat was ook altijd fanatiek. Anderhalf uur sportschool, anderhalf uur trainen. En daar had ik in de A-jeugd had ik dat wat minder dan nu. Want nu merk je ook wel gelijk dat ik weer een paar stappen of niveaus omhoog ga. En daar merk je echt wel dat de trainingen wel veel pittiger zijn en veller. En dat is wel wat ik wil. En dat betekent voor jou als 19-jarige arbeidsrustverhouding. Is natuurlijk voor elke sporter is dat belangrijk. Maar
In deze leeftijd is het natuurlijk extra belangrijk om goed op te letten. Ja. Hoe je na de training je rust weer pakt. En dan bij de volgende training weer volle bak kunt gaan. Ja. Alistair, hoe ziet de verdeling er voor komend seizoen eruit? Ga jij met name veel keep in het tweede elftal? Of zit je wel ook op de bank bij twee? Nou, dat weet ik zelf eigenlijk ook nog niet. Ik blijf gewoon mijn best doen en ik zie vanzelf al wat komen gaat. Ja. Dat is mooi. Je laat het gewoon lekker op je afkomen. Ik laat het lekker op me afkomen. Dan, ik ga mijn best doen en dan zullen we zien. Oké. Okay. Wat verwacht je dan het komende seizoen? Toch wel veel spelen? Wat ik veel hopelijk. Ik hoop natuurlijk dat ik minuten mag maken. Maar ik zou het niet weten. Ik zou er ook niks over kunnen zeggen. Ik doe gewoon mijn best. Tot zover dit weekjournaal. Volgende week melden we ons weer. Dan maken we kennis met Siebe Schets. Bedankt voor het kijken en heel graag tot dan.